afgelopen week in Archie was president. Wat president voor Amerika en Archie moest hem ontdekken. Wat president voor Amerika, Masra Barack Obama. PMA presenteren hervormingsbeleid. Zeven speerpunten, dat was ik niet op. Zeven speerpunten van zijn beleidshervorming. Om de economie van Amerika weer te herstellen. Dat doet een leider. En weet u wat onze president doet? Is dat onze president op dat podium? Hij gaat de helft van VHP opleiden. Hij gaat de helft van VHP opleiden. Wel, who the hell are you? Who the hell are you? Allemaal rekenen met een dictator uit de 80 jaar. Hij leeft nog steeds in die dictatoriale periode, waar hij zoveel mensen onschuldig opgesloten had. Mensen, laten we heel serieus kijken naar deze zaak. En president, ik roep je op. Doe geen domme uitspraken. Je bent niet bevoegd om mensen op te sluiten. Als je afzaakt, zou je moeten onderzoeken. Tja, ik ben een procureur-generaal. En met een onderzoek dat er. Maar president, iedereen moet geven je een garantie. Als je tjaat een dossier, dat procureur-generaal. Iedereen moet geven je een garantie. En lid van de trastsprekers, dat ik ben. In het parlement, een oppositie, een meerderheid. President, in afrede, dat we met een amnestie werd. In afrede. Kijk in dossier voor dat weer. En laat het onderzocht worden. En laat wet en recht gelden tegen iedereen die corrupt is geweest. Brother Nassa. Wel, de heren was mij die mooi wel, ja zo. Dat ik ook dat procureur-generaal aan de dossiers. Nog met dat verdiende tradossiers. Nog met dat verdiende van moeder Bondgebouwbron. Van Radica-bron. Van EBC-bron. Satana Fort-Zeelandia. Nog met dat verdiende Uchara dossier, Jago. En nog met dat verdiende Uchara dossier. Voor Hezbollah Gotu. Voor Suma. Zuma die de maat Surinaamse paspoorten, het volk wil weten, breng die dossiers ook naar die procureur-generaal. Is dat zo'n mogelijk te maken? Amal longa rechter voor met wat rechtstaat tegen die mannen. Amal, mekago! Wij zijn niet bang voor de rechtsstaat. Wij zijn niet bang voor wet en recht. We are law-abiding citizens. Law-abiding citizens, dat zijn wij.